De dag van PSV was eigenlijk een kopie van de dag van gisteren. De selectie in twee gesplitst, waarbij de groep die tegen Dortmund in actie kwam een ontspannen uitlooptraining had. De rest bereidde zich voor op de oefenwedstrijd tegen Freiburg in Estadio Nuevo Mirador in Algeciras. Een compleet nieuw elftal werd door Philip Cocu het veld ingestuurd. Niet als 4-4-2 formatie, maar in het vertrouwde systeem. Zeker voor een aantal jonge jongens die gewend zijn aan het spelen in dit systeem. Die vandaag ook spelen, zoals Dante Rigo en Sam Lammers. Dan wil ik daarin niet al te veel wisselen. In die ploeg ook plek voor Marco van Ginkel, die daarmee zijn eerste minuten maakte. Hij op een middenveld met Jorrit Hendricks en Dante Rigo. Verder Pasveer in de goal, de achterhoede met Brenet, Moreno, de jarige Jordi de Wijs en Simon Palsen. Voorin het trio Jozefzoon, Lammers en Steven Bergwijn. Kansen waren er zeker tegen de nummer 8 van de Bundesliga, ook in de eerste helft met de grootste aan het einde van Marco van Ginkel. De directie zag in de tweede helft doelman Luuk Koopmans zijn rentree maken. Met een belangrijke redding die uiteindelijk de 2-1 voorsprong overeind hield. Nee, die eerste bal dacht ik van ja, meteen lekker. Na 5 minuten krijg je meteen een doelpunt tegen. Hij schoot er wel erg goed in. En we kregen niet meer echt goed druk op de laatste 20 minuten. Ik kreeg geen goed druk meer op de bal. En daardoor werden ze nog gevaarlijk. En gelukkig hou ik hem er op de laatste uit, want het was nog nodig. Even daarvoor had Florian Jozefzoon voor 2-0 gezorgd. Een lichtpuntje voor de aanvaller die dit seizoen nauwelijks aan bod komt. Het is zeker lekker persoonlijk als je belangrijk voor de ploeg bent en als je scoort. Het is misschien ook iets mentaal dat je wat vrijer gaat spelen en wat meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Dus misschien wel, ja. En de score werd geopend door de man die terugkeerde in het shirt van PSV, Marco van Ginkel. Hij gaf daarmee een goed signaal af en gaf zijn rentree kleur. Morgen is er nog één training, daarna vertrekt de ploeg terug naar Eindhoven.